precies. Ben jij voor het eerst in de IKEA? We gaan voor een ronde tafel en dan willen we dus wat luchtigere stoelen. Het is ook wel een beetje spannend hoe ik op de weg ben met zo'n bakfiets. Ja, ik vind het wel spannend hoe je op de weg bent met een bakfiets. Goed hoor. Goedemorgen. Het is nog net morgen. Het is donderdag. Het is mijn werkdag. En ik heb pas net gedoucht. Ik heb echt heel rustig aangedaan. Omdat ik mezelf gewoon niet vooruit kreeg. Ik heb vandaag zoveel geluk dat ik mijn eigen baas ben. Echt verschrikkelijke nacht gehad. En de twee nachten ervoor waren ook al verschrikkelijk. Maar dit was echt een soort next level. We hebben allebei drie kwartier geslapen. En dat was het gewoon. Ja, Isa werd gewoon iedere cyclus wakker 's nachts. En ja, ze had gewoon steeds echt hulp nodig om in slaap te vallen. En dan mislukte het overleggen weer. En uiteindelijk legde ik er het laatste stukje bij ons in bed. En toen was ik zelf gewoon helemaal... Ja... Stond ik gewoon een soort van helemaal aan, waardoor het niet meer lukte om te slapen het eerste uur. Dat je echt denkt, kan je eindelijk slapen? Nee, echt, het was een verschrikkelijke nacht. Lekker klaagbegin, maar is gewoon wat het is. Ik had eigenlijk vandaag een afspraak om mijn wenkbrauwen te laten doen. Powder brows, super tof. Ik ben heel erg allergisch voor wenkbrauwverf. Misschien herinneren sommigen van jullie nog wel dat ik in december die had laten doen. En dat was afgelopen jaar... En dat was helemaal dikker en rood geworden. Het jeukte enorm. Dat is dus de henna die erin zit. En dat zit dus niet in het spul waarmee ze powder brows zetten. Dus dat kan ik gelukkig veilig doen. En dan heb ik toch een beetje dat vollere gevoel. Lijkt me gewoon ook ideaal nu als ik dan dagen geen make-up draag. Dat mijn wenkbrauwen in ieder geval mooier uitzien. Dus ik had er helemaal zin in. Maar ik voel me gewoon echt een beetje ziek van hoe weinig ik heb geslapen. Ik dacht eerst serieus, heb ik nou buikgriep? Maar ik ben gewoon een beetje misselijk. En ik had het helemaal heet van de vermoeidheid. En het klinkt heel overdreven, maar zo'n nacht lijkt gewoon zo uitzichtloos. Heel anders dan als je een moeilijke dag hebt, vind ik altijd. Maar goed, ja, ze zit midden in de 4 maanden sprong. En er is een slaapregressie. En ik hoop gewoon dat het ja, toch wat beter wordt. Weer over een paar weken. En tot die tijd moeten we er gewoon even doorheen. Ze is nu naar de opvang en wat ik al zei, ik moet er niet aan denken dat ik nu om 7 uur mezelf helemaal netjes de deur uit had moeten laten gaan naar mijn werk. Dus ik ben daar heel erg dankbaar voor dat ik zo sloom kon doen. Ik doe echt even alleen het hoognodige en de rest komt wel. Even lief zijn voor mezelf, want ik denk dat ons nog wel een aantal van deze nachten te wachten staan. Het wordt echt zo'n stapel effect altijd natuurlijk. Maar dan gaan we vast weer terug naar de tijd dat ze gewoon blokjes van 4 uur, soms 5 uur achter elkaar sliep. Zo, en weer gekolft. Goede productie, waarvan ik waarschijnlijk weer heel veel weg ga gooien, omdat het flesje nog steeds moeizaam gaat. Maar moet mijn productie natuurlijk wel op peil houden. Cool. Doe jij ook een knuffel van Anna? En die wil ook de M. En Americo gaat even slapen. Hey, de Americo ligt te slapen. Wil jij wakker maken? Wakker worden, wakker. Oh, ja. Wakker. Oh, Americo is wakker. En kan Piet misschien Americo even wat eten geven? Geef maar wat te eten. Mag hij dat dan mag wel, hoor. Oh, wat lief. Wat lief. En gaat even naar de keuken. Naar de keuken? Koning Piet, die kan toch koken, hè? Ho, 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 ho. Hij vindt het water lekker. Vindt Americo lekker? Haf ze op. Oh, wat ben jij toch een goede eter, Americo. Heb jij trouwens ook goed jouw bordje opgegeten, Anna? Ja. Oh, wat heb jij gegeten? Ik heb water gegeten. Heb jij water gegeten? Maar wat heb jij gegeten, Anna? Patatjes. Heb jij patatjes? Wat een bofkont ben jij. Eventjes een snelle onderbreking van de vlog. Want ik kreeg net een berichtje binnen op mijn telefoon dat mijn DNA-resultaten van MyHeritage zijn bekend. Ik heb een tijd terug een DNA-kit ontvangen waarmee ik heel makkelijk met een wattenstaafje in mijn wang, ik zal even laten zien hoe dat ging, moest ik eigenlijk wat, ja... speeksel, zeg maar, erop doen. Stuurde ik op en toen was het wachten tot mijn DNA-resultaten.
Een tijdje terug hebben jullie kunnen zien in een vlog dat ik al helemaal op ontdekking ben gegaan in de stamboomgeschiedenis en de familiegeschiedenis. En zo heb ik ook al wat leuke connecties heel ver weg eigenlijk weten te vinden. En ik vond het zo interessant. En mijn moeder trouwens ook. Ik heb haar ook superveel informatie en dingen doorgegeven. En toen vroeg MyHeritage of ik het ook tof vond om echt mijn DNA te laten onderzoeken en zo te zien. Ja, misschien wel mensen te vinden met wie ik een stukje DNA deel, wat dan heel verre familie is bijvoorbeeld. En los daarvan was ik eigenlijk ook heel erg benieuwd wat er qua afkomst uit zou komen. Als ik naar mezelf kijk en ook de meeste mensen in mijn familie, denk ik niet dat er iets heel exotisch uitkomt. En dat het gewoon allemaal best wel in de West-Europese, Noord-Europese hoek zou gaan zitten. Mijn achternaam is Bon, B-O-N. En in eerste instantie zou ik dan denken, misschien iets Duits, al is het met 1 N in plaats van 2 van die stad. Maar als ik meer kijk naar de uiterlijke kenmerken, zou ik dat denken. Maar het kan natuurlijk heel misschien ook wel iets met Frankrijk te maken hebben. Bol van goed. Ik ben wel gewoon heel erg nieuwsgierig. Dus laten we kijken. Ik heb expres gewacht met de onthulling tot dit moment. Oké, ik heb hier de app. Jullie kunnen meekijken. Ik zal een screen record maken. Daar gaan we. Ja, dat dacht ik al. 59,5% Noord- en West-Europees. Dat verbaast me niet. Wow, 40,5% Engels. Komt dat vaak voor bij mensen misschien wel? En dat was het. Dus inderdaad niet iets heel erg onverwachts of exotisch waarvan ik denk, 1%. Nou ja, ik zag bij Bon bijvoorbeeld dat ze echt wel ook wat verrassende uitslagen had. Maar ik vind het wel heel leuk, want ik krijg nu dus meteen DNA-matches. En zo op het eerste gezicht, deze mensen die ik hier tegenkom, iemand met dezelfde achternaam. Ik zal het verder niet zeggen, want allemaal privacy natuurlijk. Maar die zegt mij niks, maar ik deel gewoon meer dan 5% van mijn DNA met haar. En dat klinkt weinig, maar als je beseft hoeveel mogelijke combinaties er qua DNA mogelijk zijn en hoeveel DNA je in je hebt, dan is 5% echt superveel. Ik kijk nu even op de kaart waar je echt het gebied ziet van de geschatte etniciteit. En inderdaad, Nederland, België, Duitsland, Frankrijk een beetje gecentreerd. Maar als ik verder inzoom, zie ik vooral Zeeland en Rotterdam. En Zeeland, dat weet ik inderdaad van verhalen van mijn moeder. Dat familie van, ik geloof haar vader, daar vandaan komt. En als ik dan kijk naar Engeland, omdat ik vind 40% dus echt een heel groot percentage. Maar als je het dan leest, is het eigenlijk ook heel logisch. Want de informatie die hierover staat is bijvoorbeeld ook dat er heel veel andere etniciteiten natuurlijk gemigreerd zijn naar Groot-Brittannië. Ben jij nou ook nieuwsgierig naar jouw etniciteit? Dan kun je dat dus doen via MyHeritage. En ik heb een code, SarahRebecca, waarmee je gratis verzending krijgt. Ik zal het even hieronder linken. Die link kun je gebruiken om de DNA-kit te bestellen. En als je dat doet, dan krijg je dus gratis verzending. Maar ook 30 dagen gratis toegang tot de familiestambomenfunctie. En als je besluit om na die 30 dagen te verlengen, krijg je 50% korting. Dus dat zit er ook nog bij in. En dat heb ik dus eerder al gedaan. Die video zal ik hieronder ook even linken. Want dat was ook super interessant. En daar komen allerlei leuke extraatjes bij. Zoals bijvoorbeeld dat je oude foto's helemaal levendig kan maken met kleur. En scherper kan maken. En dat vond ik ook echt heel erg leuk om te gebruiken. En dat gebruik ik nog steeds wel eens. Als ik een oude foto tegenkom in een fotoboek. Of als mijn moeder zegt van, goh, kan je iets met deze foto? Dus ja, ik vind het echt een aanrader. En heel leuk om gewoon zo ook wat verre familie te ontdekken. En wat meer te weten van de historie van je familie eigenlijk. En dan echt de historie heel ver terug. Joejoe, het is avond. Isa slaapt al bijna 2 uur achter elkaar. Wauw. Marco heeft het opruimen. Hij vond dat ontspannen, zei hij. Ik zei, ga nou even op de bank zitten. Maar hij wilde dingen omgooien. Maar het is wel leuk, moet ik zeggen. Deze kist is omgeruild met het keukentje. Het stond er eerst precies andersom. Want Marco zei van, het is misschien wel leuk omdat ze zo veel speelt met het keukentje, dat hij dan iets minder verstopt zit daarachter. Ja. Want wij merkten, na het eten speelden ze altijd heel leuk en uitgebreid met het keukentje, maar overdag niet echt. We dachten, zo is het wat uitnodigender. Sowieso denk ik altijd dat het goed is om dingen te wisselen en zo. Dan krijgt ze weer een soort nieuwe spelbeleving. Ja.
En je hebt nog meer opgeruimd. Show me. Ja, ik moet dit gaan we uiteindelijk nog even naar de berg in plaatsen. Ja, dat gaan we wel bewaren, maar deze dat gewoon, leeg, gebruiken deze we nu gewoon heel weinig. We hadden een uitbreiding, dus daar heb ik alles in zitten. Ja. Dat pokerkoffertje. Ik denk dat ik het wel wil bewaren, maar dan doe ik het in een zakje, want niet die hele koffer is nodig. Boeken. Dit heb ik trouwens nog niet laten zien. Dit boekje heb ik op Vinted gekocht voor Isa. Het ging me vooral, het is zo'n dubbel boekje, zeg maar, om dit verhaal. Of voor Isa, voor Anna. Voor Anna, je vindt het niet zomaar. Nou, ik zag dus op bol.com hadden ze dit €20 gemaakt. Terwijl de normale prijs voor dit boekje is volgens mij rond de €8. Ja, maar daar variëren ze dus met prijzen als iets in trek is. Ja, maar weet je dat het grappig is? Ik heb ook een blender gekregen. Een blender die ik kan meenemen voor mijn verjaardag. Ik wist hoe duur die was. Dat had ik namelijk gevraagd aan collega's. En nu zag ik gisteren dat het een Black Friday aanbieding is. En de adviesprijs is in één keer €50 duurder dan waar die een paar weken geleden voor normaal prijs was. Eigenlijk is het dan minder korting dan het lijkt. En dan zeg je in één keer, nu voor €50, denk ik, wacht even. Maar dat is ook heel raar, want die draadloze kolf die ik heb, die heb ik voor €100 gekocht. En hij stond er tijden voor €100 op. Ja. En toen op een gegeven moment kreeg ik berichtjes van mensen die ik had hem in mijn highlight opgeslagen, dus die later dat linkje hadden geopend, die zeiden, hij is nu 150. Ja, dat is insane, toch? Van 100 naar 100. Dus, en nu is hij weer 100, ja, toen ik laatst kreeg. Maar dan krijg je met zo'n Black Friday-achtig iets of zo, of zoiets, dat het in één keer een andere prijs lijkt te zijn. Ja. Omdat mensen toch gevoelig zijn voordat je zoveel euro korting krijgt. Klopt, ten opzichte van die andere prijs. Nou ja, goed. En ja, over deze dus nog. Dit is heel leuk. Anna vond het al een heel leuk boekje. En de liedjes zijn ook aangepast naar nieuwe teksten die hierin staan aan de andere kant van het boekje. En zo heb ik hem toch kunnen bemachtigen. Want waar die nog een normale prijs had, bij bijvoorbeeld Bruna en zo, was die allemaal niet leverbaar nu. Oh ja. Dit is echt fijn. We hebben ook na het eten, of gewoon überhaupt dat Anna soms hier kijkt, zegt ik wil die puzzel doen, ik wil die puzzel. Maar dan nu gewoon haar puzzels. Je bedoelt spelletjes. Of spellen en haar puzzels. Ja. Want die lagen eerst in de box. Die lagen in een bak. En dat is echt niet handig, want dan vielen de stukjes eruit. En dan als je het eruit haalt, dat kon ze. Ik wilde het altijd hier, maar ja, we hadden gewoon zelf te veel spellen. Dus ik heb die bovenste heb ik even gewoon voor dingen wat we mogelijk nog wel kunnen gaan doen. Ja. Binnen een relatief korte tijd. Ja. En daarachter heb ik eigenlijk ook nog steeds van ons, hoor. Leerachtige spelletjes voor Anna. En sommige dingen, zoals die memory, dat doen we nog niet echt. En die puzzels zijn ook nog een beetje ingewikkeld voor haar. Ze maakt vooral nog dit soort puzzels. Ja. Maar wel leuk om hierbij te houden. Want voor je dit weet, dus dan met die soort van vier op een rij, maar dan gewoon... Oh ja, dat is ook heel leuk. Ja, gewoon dus, alles wat gewoon... Dus hier dan dit zijn eigenlijk puzzels. Ook dingen die altijd fijn zijn om meer... gericht voor haar klaar te zetten, want anders dan speelt ze er toch niet echt mee wat de bedoeling is. Spelletjes, puzzels, boeken. Ja, we hebben ook nog in haar kamer hebben we een aantal mooie prentenboeken die we vooral 's avonds voorlezen. Maar dit zijn ook gewoon boekjes die ze ook zelf kan pakken en zo. Ja. Dat vind ik wel leuk, staat wel uitnodigend. Moet je kijken hoe leeg de kist nu is. Ja, en ik denk bijvoorbeeld dat treintje zit er weer in, die eigenlijk gewoon voor haar kamer is. Want dat is niet echt om mee te spelen, decoratie, dus die kan terug naar haar kamer. Dit vindt ze echt fantastisch, dus die... Ja. Zij is gewoon echt zo'n verkleed meisje, dus die houden we lekker in. En ze houdt van rollenspellen, dus dingen zoals make-up en doktersset en kapperset. Dat is ook echt heel leuk voor haar. Het pieterpetje en het kroontje van Sinterklaas, die heb ik even uitgehouden. Oh ja, dat een beetje van dit thema nog is. Ja, en dit blokken ding eigenlijk... Ja, nou soms dan speelt ze er opeens mee, dus helemaal prima. Hier nog van die kleine poppetjes die ik soms ook combineer met het zand, magisch zand. En hier zijn dingen die ze af en toe pakt opeens en dan doet ze daar wat mee. Dit is met insecten. Dit zijn muziekinstrumenten, die pakt ze ook heel af en toe nog wel eens. Ja. Inderdaad, dit zijn foamblokken, die vindt ze ook wel leuk. Ja. Nou, prima. Oh ja, en dit vindt ze ook leuk, inderdaad. Maar dat we dit eigenlijk meer gewoon op die manier zo plaatsen, dat ze niet de hele tijd hierin kijkt, maar dat we eigenlijk vanuit hier zelf heel leuk dingen op dat daar kunnen zetten, ja. Want eerst stond hij hier bij het kleed waar ze dan speelt. Ja, dit is nog wel een beetje een overkill, hè? Ja. Maar ja, ze heeft gewoon een paar knuffels terug naar de slaapkamer misschien. Goedemorgen, Sinterklaasliedjes op de achtergrond. Het is zaterdag en wij gaan zo naar de Sinterklaasintocht in Houten. Vinden we nu wel heel leuk met Anna. Isa heeft er natuurlijk nog niet zoveel aan, maar die gaat gewoon lekker mee. En daarna gaan we naar mijn moeder en Felix. Of tenminste, ik en de meiden, want Marco heeft een uitje van werk. En dan gaat Anna daar lekker logeren vandaag. En ik ga met Isa terug naar huis op een gegeven moment. En dan ben jij denk ik 's avonds later thuis, toch? Ja. Helemaal klaar voor de Sinterklaasintocht.
Het is koud, dus we gaan met muts en sjouwen. Ik heb net even uit de berging eindelijk, het is eind november onderhand, mijn winterjassen tevoorschijn gehaald. Want het is nu wel echt, nou volgens mij 1 graden of zo. Dus het werd tijd. Dus ik doe lekker deze zwarte puffer aan. En voor Isa heb ik deze wandjes, die horen bij de jasje. En deze soort van wollen bivakmuts. Ik hoop dat die niet te groot is. En dan doen we een dekentje mee. En dan klikken we de maxi cozy op het onderstel van de kinderwagen even. En dan hoop ik dat ze lekker warm blijft. Het staat ze er klaar voor hoor. We zijn aan het wachten op Sinterklaas. Die zijn hier met een dekentje, zolang je kan kijken of iets het is. Anna is logeren bij opa en oma. Marco heeft een werkuitje. Ik heb sushi besteld en Isa werd net toch weer wakker. Ik heb heel veel trek, dus ik ga het eten. Dus ik heb haar even in de wipstoel gezet met een vlog die ik ga kijken. En hier sushi. Moet een keertje kunnen voor de tv hoor. Ze spiekt ook wel eens met haar grote zus mee. Het lot van een tweede. Ziet er echt heel goed uit, moet ik zeggen. Dus ik heb er heel veel zin in. Deze bewaar ik voor morgen voor Marco. Vindt hij vast lekker. Hallo Poppy, ben je alweer 4 maanden sinds gisteren? Oh, wow. Ja, ik ben ook verbaasd. Gaan we nu woning shoppen? En ga jij dan een beetje je gedragen? Ja, hè? Oeh, ik hoop het. Hallo, het is zondag en wij zijn op weg naar de woonboulevard. Hoe was het gisteren, schat, je werkuitje? Leuk. Hoe is het vanochtend? Ja, een beetje brak, denk ik, hè? Beetje wel. Maar goed, maakt niet uit. Moest de slaapkamer even helemaal schoonmaken daarna? Nou, dat klinkt echt alsof we allemaal... Allemaal gekke dingen. Nee, helemaal niet. Ik ben helemaal niet misselijk geworden of zo. Maar het stinkt, er hangt gewoon zo'n bierlucht. Dat is heel vies. En nu ook in jouw jas, sorry. Maar het ruikt gewoon overal naar bier. Nou ja, anyway. We gaan nu naar de woonboulevard. We willen sowieso kijken in een lampenwinkel. We gaan nog even langs de keukenwinkel waar wij onze keuken hebben besteld. Of tenminste, ja, we hebben wel al vastgelegd dat we bij hun de keuken afnemen en alles uitgezocht. Alleen, ze zeiden, willen jullie niet last minute nog even kijken, ja, of dit echt is wat we moeten doorvoeren. Want als het echt besteld is, kan je niks meer omwisselen. Dus we dachten, het is al 1,5 jaar geleden oprecht dat we dat gedaan hebben. Laten we misschien maar even kijken, want je hebt best wel veel... Ja, frontjes die dezelfde prijskategorie zijn, maar gewoon net een andere kleur of tint. En inmiddels weten we ook veel beter hoe we de rest van het huis willen. Ja, want dit was het eerste wat we gingen doen. Ja, dat moest, omdat de technische tekening moest aangeleverd worden voor dus de keuken. Dus dan heb je eigenlijk een keuken bedacht, zonder dat je weet wat je interieur verder gaat doen. Ja, dat is dus mijn tip als je een nieuw bouwhuis hebt en je overweegt een interieurstylist. Ik kan het sowieso aanraden, wij vinden het de investering echt waard. Want je doet 1 grote aanschaf verkeerd, zeg maar, je hebt het er al uit. En zij kan juist heel goed meedenken, zodat je heel lang met dingen kan doen. Tanken binnenkort. Nou, dus dat is echt het helemaal waard. Maar wij hebben dat dus eigenlijk te laat besloten. Waardoor we ook achteraf wat dingen toch beter wat anders door hadden kunnen geven bij het begin, bij de bouw. Maar goed, maakt niet uit, daar leer je van. Isa is mee, Anna is dus bij mijn moeder logeren. Ze is stil in de auto trouwens. Snap je weet niet, niks van, snap toch? Niks van, maar heel fijn. We zijn heel benieuwd. We hebben gewoon het draagzak en de kinderwagen mee. En we moeten maar even zien hoe ver we komen. En misschien dat ik tussendoor kan voeden bij de IKEA of zo. Geen idee. Ik heb geen idee. Maar ja, het is gewoon meer voor inspiratie. Omdat we echt al heel lang dat niet hebben gedaan. En we dachten opeens nu, ja, leuk dat we zo lang van tevoren een woning toegewezen hebben gekregen. En heel veel dingen echt nu al meer dan 1 jaar geleden geregeld hebben. Maar straks, ja, door alle levertijden hebben we gewoon geen enkele lamp of geen enkele... meubel en echt niet alles hoeft gelijk. Maar gezien de levertijden en zo is het wel fijn dat als we er wel uit zijn met bepaalde dingen, ja, dat we die dan ook gewoon nu binnenkort kunnen bestellen. En niet dat we daar dan nog 1,5 jaar op moeten wachten. En sommige dingen weten we gewoon best wel duidelijk al wat we willen en nodig hebben. Dus daar kunnen we maar beter eventjes inspiratie voor opdoen. Dit zijn dus de frontjes die we hebben gekozen. En ik denk dat we die wel bijna zeker houden. Dat vinden we nog steeds heel mooi. Een soort... heel donker antraciet met een heel subtiel marmerachtig lijntje erdoor. En we denken dat we deze bovenkant hebben. Het is kunststof wat we hebben.
En ik geloof dat het een vrij donker was, want we wilden niet te veel contrast. Maar daar twijfelen we nu over of we niet wat lichter willen. Dus we gaan even kijken hier. We gaan dus toch voor wat lichter. We hadden dus zoiets als bovenkant en deze frontjes. En nu willen we deze bovenkant. Het contrast toch wel mooi past bij de frisheid in onze woning. We gaan voor een ronde tafel. En dan willen we dus wat luchtigere stoelen. En deze vinden we wel heel mooi. Het is een beetje rondlopen. Dit zit in ons kleurpalet. En dat geel komt er ook heel mooi bij. Dus dat lijkt me sowieso wel leuk. Zit het ook goed? Ja, wel belangrijk. Dan bedekken we steeds heel lief haar handen met het dekentje. En dan wurmt ze er weer onderuit. Ben jij voor het eerst in de IKEA? Ik denk dat je er eerder bent dan je zus. Ik kan me niet herinneren dat we hier met Anna zijn geweest. Ze knikt ook echt. Ja. Hoe vaak zijn we naar de woningboulevard gegaan? Met... Niet vaak. Alleen voor die keukenafspraken echt. Daar was Anna bij mij. Dus zijn we de IKEA niet ingegaan? Ja, je mag zo drinken, schat. Is goed. Ja. Hallo, het is dinsdag. En, wij hebben trouwens heel leuk nieuws. Want gisteren zijn we oom en tante geworden van een derde neefje. Superleuk. Marco's broer en zijn vrouw, dus mijn schoonzus en mijn zwager. Het klinkt altijd zo afstandelijk, zwager, vind ik. Ik weet niet, maar... Nee, waarom ben je dat niet ook een schoonbroer? Ja, geen idee. Weet iemand dat? Maar goed. Schoon, dat klinkt trouwens ook vrij afstandelijk. Maar die hebben een derde zoontje gekregen. Heel erg leuk. Dus daar gaan we vanmiddag naartoe. Ze liggen nog in het ziekenhuis. Gaat allemaal goed. Maar dan kunnen we hem ontmoeten. En ik ben ook heel benieuwd hoe Anna reageert. Nu zijn we ook in de auto onderweg. Maar dan naar Amersfoort. We gaan namelijk naar het hoofdkantoor van Baboe. Om bakfietsen te testen. En daar kijk ik zo naar uit. Het is echt mijn droom, gewoon een bakfiets. Als we in Leerdam wonen. Want hier kunnen we hem niet kwijt in de berging. En de bocht niet maken en zo. We hebben niet eens een opslag. En nou, op dat soort momenten voel ik me echt zo gezegend. Ook gewoon met dit werk. Want ik kreeg dus een berichtje van Baboe. Ik wist niet eens dat zij dit soort dingen deden. Of we misschien konden kijken voor een samenwerking. En nou, bakfietsen, elektrische bakfietsen zijn heel duur. We hebben al een gewone bakfiets die we net opnieuw moesten kopen. Omdat die gehad was. Een gewone elektrische fiets, sorry. Ook heel duur. Dus ik dacht niet echt dat dat erin zat. Maar nu mogen we dus gaan kijken. En omdat er best wel lange levertijd op zitten, zeiden ze van kijk gewoon vast wat jullie fijn vinden. Fietsen. En ja, dan kunnen we kijken of we hem, als jullie in Leerdam wonen, misschien kunnen leveren. In ruil natuurlijk voor content. Dus ik kijk er heel erg naar uit. Ik ben heel benieuwd. En ik vind het ook wel een beetje spannend hoe ik op de weg ben met zo'n bakfiets. Ja, ik vind het ook wel spannend hoe je op de weg bent met een bakfiets. Dat vertrouwen, hè, wat hij in mij heeft. Goed hoor. Oké. Okay. Ga je gang hoor. Zeker. Goedemorgen. Dit lieve meisje ligt nog even in de box. Een beetje mopperig vanochtend, maar het gaat. Het valt mee. Het is zo schattig, dit shirtje. Die is van Liefies. En deze heb ik via Vinted gevonden. Daar vind ik wat heel leuke dingetjes van Leo Atelier en zo. Ja, lig je lekker met je knisperdoekje, meis. Ik heb net een lekkere tosti gemaakt, dus die ga ik even opeten. En dan denk ik dat we zo een stuk gaan wandelen, want het is droog. En ja, tegenwoordig gaat het vaak wel goed in de kinderwagen. Ik moet het wel goed timen, dus ik moet nu even snel eten, zodat ze niet te mopperig is. En dan vindt ze het denk ik wel heel leuk, zolang ze gewoon mag kijken. En ik ben er inmiddels achter, als ik de kap te vroeg over haar ogen doe, dan wordt ze juist boos, zo van, hallo, ik wil dingen zien. Dus wat ik eigenlijk moet doen, is ik moet zien dat door het kijken haar ogen helemaal zo wegrollen. En dan kan ik de kap naar voren doen voor het laatste zetje dat ze in slaap valt. Want je zou denken, als je wil dat ze in slaap valt, moet je haar dus afschermen van de prikkels. Maar dat vindt ze niet leuk. Ze heeft die prikkels nodig. En dan op een gegeven moment doe ik hem overheen. Dat is nu een beetje mijn techniek. En dan slaapt ze vaak niet lang, maar ja, 20, 30 minuutjes. Het is niet altijd per definitie langer als ze thuis slaapt. En zo kom ik ook lekker de deur uit, dus dat vind ik fijn. Anna is nu trouwens bij mijn moeder. Die is daar op woensdag altijd lekker.
Dus ja, en gisteren waren we dus bakfietsen testen. En dat was zo leuk. Ik heb een paar beelden die met de telefoon waren opgenomen, gefilmd. Wel heel even, echt even wennen, zeg maar. Ik had verwacht dat een driewieler veel makkelijker dan een tweewieler zou gaan. Maar dat vond ik helemaal niet. Tweewieler vond ik veel fijner. En daar voelde ik me na een paar rondjes al wel vertrouwd op. Dus dat is het model, het City model. En die gaan wij dus, als we in het nieuwe huis wonen, krijgen voor een samenwerking in ruil voor content. Zo leuk. Echt een droomsamenwerking. Anna vond het ook helemaal fantastisch. Dit doekje heeft trouwens volgens mij een volger gemaakt, bedenk ik me nu. Super schattig. Ik vind hem heel leuk in ieder geval, zoals je ziet. Nou, dat ging goed. Ik vind het echt fijn dat dit nu veel beter gaat. En dat ze gewoon het leuk vindt om een beetje rond te kijken en zo. Ik denk dat we ook vrij snel met haar naar zo'n lichtstand gaan van dat zitje, zeg maar. Nog heel even wachten. Ik vind het een beetje vroeg voor de rug. Maar op zich kan die op deze wagen wel heel ver achterover leunen. Gelukkig, ze slaapt. En de zon heerlijk zo in de winter.